Goedenavond, mijn naam is Ivo Nieuwe en ik ga met u door de week. De week begon met de viering van het 50-jarig bestaan van de Tros. Als je hier in dit Koninklijk Theater Carré je neus mocht laten zien, dan kon dat maar één ding betekenen. Dan ben je een hele grote in Omroepland. Of gewoon niet uitgenodigd voor het trouwpartijtje van Wendy van Dijk op Ibiza. Het was een historische avond onder leiding van de geniale Hans Lieberg, die de jarige Tros op onnavolgbare en immer originele wijze in het zonnetje wist te zetten. Lang zal die leven, lang zal die leven. Kostelijk. Straks meer van deze magnifieke muzikale clown. Die ooit nog, hoe kan het ook anders, een prestigieuze Emmy Award heeft gewonnen. Wie staat dan ernaast? Oh, dat ben ik zelf. Our objective is clear. We will degrade and ultimately destroy ISIL. President Obama gaat IS aanpakken. Er was onduidelijkheid of Nederland wel mee mocht doen met deze Coalition of the Willing. Want door de bezuiniging op defensie is het enige dodelijke wapen dat ons leger nog heeft 20 pallets giftige verf. Maar dat bleek een misverstand, want minister Frans Timmermans heeft stevig doorgevraagd. En toen bleek dat ze ons er heel graag bij willen hebben. Alleen... Er was gewoon geen ruimte. Dus ze hadden een kleinere ruimte en toen hebben ze een selectie gemaakt van landen om te zeggen kom praten. De NAVO-top werd gehouden in het Celtic Manor Resort. Een stulpje waar toch een redelijk aanbod is van iets grotere zaaltjes. Zoals deze. Deze. Of desnoods deze. Er was gewoon geen ruimte. Inspirerende man, die Frans Timmermans. Om hem te feliciteren met zijn nieuwe Europese topfunctie heb ik hem een sms gestuurd, uiteraard in het Swahili. Ik kreeg per keer in de post een sms terug in een Afrikaanse kliktaal. Man naar mijn hart. Vele bekende Nederlanders namen een frisse duik in die meesterlijke Amsterdamse grachten om aandacht te vragen voor die afschuwelijke Ice Bucket Challenge. Wat zou het niet mooi zijn als we met z'n allen die narigheid de wereld uit konden helpen. En wat hebben we weer genoten van de aandacht voor de nieuwe iPhone en de Apple Watch? Wat dacht u van 10 minuten in De Wereld Draait Door, Ontbijtnieuws, Wakker Nederland of bij Humberto in RTL Late Night? Apple is het rijkste bedrijf van de wereld en het is ook niet zo gek als je bedenkt dat ze geen cent aan reclame hoeven uit te geven. Noem mij ouderwets, maar voor mij hoef je met een telefoon maar één ding te kunnen. En dat is natuurlijk jezelf kunnen zien terwijl je jezelf filmt. De rest is overbodige poespas. En dan de kinderen van de jihadgezinnen in Huizen, die zijn weer thuis. Er bleek onvoldoende bewijs dat de ouders daadwerkelijk wilden afreizen naar Irak. Dus de zusjes Fatwa en Sharia zijn gelukkig weer bij hun normale Nederlandse papa en mama. En toen kwam er een olifant met een lange snuit en die blies zichzelf op. Maestro, muziek! Oh, oh, oh. Over aanslagen gesproken. Dank u wel.